Weet je, dit is de enige gangster die ik er niet uit zou schoppen. Hij rookt, hij moordt. Ikke? Hij suipt. Nee, die! Oh! En de eerste, cool ben ik, eerste paar afleveringen in seizoen 1 dacht ik, eww. Nou, maar... Soms is die knap, maar soms is die ook wel eng. Soms vind ik het ook net een meisje. Stop je nou net een snoepje in je mond? Dat is een sukkel. Gaan we even filmen. Stop je snoepje in haar mond. We staan voor de Shelby's. Jessica stikt bijna. Ja, ik heb een beetje veel hoest. We zijn allebei hoesterig. Beetje verkouden. Maar ik denk dat het bij mij beter gaat. Dus we staan nu voor Shelby's. Maar vrijdag is de opening. En wat wil ik? Een hoedje. Een hoedje op mijn kop. Van en nou papier. Zie je het. Nee, niet van papier. Hiernaast. Loop maar even mee. Hoe toevallig. Ja, ik ging dus googelen. Hoeden Den Haag. Ik denk, dat koop ik wel bij het Bijenkorf. Bijenkorf heeft geen hoeden. Wat denk je? Ik zit gewoon naast de Shelby's. Dat is toch niet normaal. House of Hats. Nou, daar gaan we even een hoedje passen. Hoedje van papier. Nee, niet van papier. Om het iets wat vrouwelijker te maken. Oh, ik ben niet zo vrouwelijk hoor. Ja, maar je bent wel een vrouw. Oh. Ja, ik doe eigenlijk van altijd van alles. Ja. Zo, dat is inderdaad als je een feestje hebt. Ja. Ja, maar dat maakt minder het wel... Mandy. Ja, ja, minder Mandy. Ja, maar dan maakt het wel wat vrouwelijker. Ja, dan ben dan ik toch dus niet vrouwelijk. Nee, ik, vrouwelijk. Ik ben niet vrouwelijk. Kijk, dus mijn broertje. Eigenlijk ja. Wel. Ik doe altijd ook altijd iets. Ja, ja, dat vind ik leuk. Zeker. En zo kan je ook iets met een veer doen. Of, ja, als je dan dat op een bruiloft, dan kan die erop. Ja, ja maar ik zou het voor jou dan per se zonder per se. Nee, dan zal ik hem even gelijk eraf halen. Dan heb ik het een hele coole pet. Maar dat is wel een beetje tuttebellerig voor mij. Ik voel me nou net Jane, die er net de jungle in gaat. Oh ja, ja, die heeft ja, ook zo'n petje op. Ja, maar, dan... maar hij staat wel leuk. Ik vind hem wel leuk. Nu jij? Ja, het is net een helm. Oh, je bent echt lief zo. Zo, hè? Ja. Het staat onwijs gaan, maar ik denk niet dat je dit bent. Nee, maar dit is ook denk ik niet per se waar ik voor wil gaan, zeg maar. Ja. Ik wil echt dat ik binnenkom en dan mensen zeggen, oh, wauw. Ja. Die hoort erbij. Dat is meestal wel. Mooi. Ja, die is zeker mooi. Ja. Oeh. Hey. Nice. Chiqui. Zeker chic. Dan zet ik hem wel iets lager dat je niks kan zien. Heel mooi. Mooie kleur ook, zeg. Ja. Ja, jou kan je met kleuren kan je jou helemaal ophalen. Ja, dan wordt het wat. Ik ben echt verkeerd bezig. Nou, dit is het dan voor mij niet. Nee, leuk! Yes. Ja! Nee. Nee, dit is dan voor mij niet. Nee. Weet je hoe dat komt? Omdat het te veel rand is. Jouw haar. Ja, is al veel. Is al veel. Jij wordt helemaal opgepropt nu. Ja. Ja, ik denk dat je mag meer. Mag ik jouw haren even naar achteren? Stel dat je ook geen capuchon hebt. Ja, dat is wel beter. Dan wordt die anders. Dus stel nou dat je je knot hier zou doen. Ja. Dan zou die weer anders worden. Ja. Dan zie je dan kan ik hem wel. Mooier, ja. Kijk, dit maak ik ook. Deze heb jij zelf gemaakt? Nee, deze niet. Deze is Mira van de Korte. Ik ben Maxima. Maxima, kijk aan. Die staat je wel heel mooi. En je zou ook nog hier je knot uit kunnen doen. Ik vind hem ook niet stom. Zeker niet. Grappig. Ik vind hem ook niet stom. Ik vind hem ook niet stom. Nee, ik vind hem... Ik vind hem heel mooi. Het maar is niet... Het past niet bij haar. Het is nee, voor mij. Het is niet. Geef maar even aan mij dan. Ik vind hem bij mij niet stom staan. Maar ik zou bij jou een ander opzetten. Oké. We hebben dezelfde ketting. Waarom hebben we die? Omdat je mijn zusje bent en omdat we zo van de zee houden. Ja, maar die heb jij van mij gekregen, toch? Toen je 1,39 werd. 40 werd. Ik kan zo de Tweede Kamer in. En met Prinsjesdag meedoen. Ja, deze heb ik ook gemaakt voor een vrouw van een belangrijke persoon. Echt waar? Die op Prinsjesdag was? Ja. Oh, wat cool. Ik ga nog eventjes teruggoogelen. Ja. Oké, maar niet voor de opening. Cool. Oh. Je bent ook zo'n makkelijk mens. Ja, hè? Zij heeft echt een hoedenhoofd. Ik zou hem dan schuin doen, is dat gek?
Nee, dat is ook leuk. En dan mijn haar aan één kant of zo? Ik zet nooit een hoed schuin. Ik ben alles van het recht. Maar sommige mensen zetten gelijk altijd hoed schuin. Ja. En dat, ja, dat is gewoon hun ding. Ja. En dat moet dan ook, vind ik. Ja, eventjes. Ja, ik ben wel wat minder. Oh, ja. Ja, ik ben dus echt van schuin, hè? Ja. En minder hoed. Ja, en weet je waarom dat is? Dan breek je de lijn, zeg maar. Hè? Anders wordt jouw gezicht... Die is smal en lang, dan breek je de lijn. En dan, daardoor lijkt jouw gezicht weer minder lang. En ik denk dat je dat automatisch doet. Ja, maar ik heb ook vaak mijn haar naar meer naar één kant. Ja. Dus dan die hoed meer zo. Ja. Ja, en een beetje meer zo dat, zeg maar, zoals die vrouwen dat in die tijd hadden met, weet ik veel, een asymmetrisch of zo. Je bedoelt met dat nou ja, ik kant. Weet. Nou, dat niet eens per se nog. Inspector Gadget. Hij is wel echt leuk. Ja. Oh. Kijk. Die is gaaf. Ja, die is helemaal haar aan één kant. Maar. Ja, hij zou eigenlijk zwart moeten zijn. Ga ik voor je maken. Echt? Ja. Dat lukt nog wel. Echt? Ja, omdat jij het bent. Oh, dat vind ik heel cool. Ik heb nog wel een klosje thuis en dan trek ik hem. Hij heeft een dag nodig om te drogen. En dan vorm ik hem, of zet ik een band in. Ja, dit. En dan moet je alleen nog even terugkomen, want wat ik dan zou doen is een hele mooie voile of zo ervoor zetten. Dat zei ik je? Ja! Ja, oh, dat is echt heel cool. Ja. Ik zie het helemaal voor me. Ja, alleen, nou, ik zou dan het haar hier doen. Ja, maar ja... Ja, maar dit model, ja. Ja, nee, dat heeft veel zin. Nee, maar hij staat jou heel leuk. Wat wil jij dan? Ik wil stoer. Ja, gewoon zo'n Peaky Blinders pet. Let op, let op, Pietje Bel. Ah, ik ben echt Pietje Bel. Kruimeltje. Kruimeltje, ja. Wacht even, dan moet ik wel een beetje meer haar toveren. Ook dan een beetje schuin. Ja, en weet je wat dan zo heel leuk is? Ja, zo. En wat heel leuk is, een stropdas. Of ja, een sjaaltje. Ik heb ook strikjes, doe ik ook wel eens. Oh, eens even in de camera. Ik voel me ook meteen ondeugend. Ja. Hij staat je goed. Je bent gewoon ondeugend. Oh. Doe even leuk. Dit moet ik doen? Ja, dus doe even een duimpje omhoog. Doe even duimpje vergeet omhoog. Niet te abonneren. En... Proost! Cheers, mate! We zien Tommy niet. Je ziet alleen... Ja, nou, waar zijn we? Wij zijn bij de opening van Shelby Public House. En dat is de nieuwe Ierse pub. Waar Paul, mijn Paul, Mark en Sean zijn gestart. En ze zijn sinds deze week open. In de Papenstraat in Den Haag. En het is een Irish pub. In de Peaky Blinders stijl. Dus vandaar dat wij er zo uitzien. Ja, kan. En nee, het is niet kan. Dus jaren 30 Ierland. Paul zei maar, dat ik kan was. Weet je, dit is de enige gangster die ik niet uit zou schoppen. Hij rookt, hij moordt. Ikke? Hij suipt. Nee, die! Oh! En nee, de eerste, cool ben ik, dacht eerste ik. Paar afleveringen in seizoen 1 dacht ik... Wow. Maar... Soms is die knap. Maar soms is hij ook wel eng. Soms vind ik het ook net een meisje. Ja, dat snap ik wel. Maar hij hangt hier overal. Ik mag er gewoon naar kijken. Ik heb het. Ik vind die Joodse vind ik cool. Hoe heet hij ook weer in de serie? Weet niet. Ja, die is ook met zijn stem. Ja, die vind ik heel gaaf. Dus. Die de builenpest heeft. Of weet kijk jij Peaky Blinders? Of heb je het al af? Laat even in de comments onder weten of jij een Peaky Blinders fan bent. En kom een keertje langs. In Den Haag, in de Papenstraat. We zijn bij de opening dus van Shelby's. Maar dat wisten jullie al. En we zijn hier met ja, paparazzi. Dat was... Kijk. Hij wilde niet op de film. Het is paparazzo, Patrick. Van Harderwijk. Die staat hier op de film. Mag ik niet zeggen? Patrick Harderwijk. En zijn paparazzi voor onder andere party, weekend. Suffertje. En hij probeert ons vast te leggen met iets gênants. Maar wij doen natuurlijk nooit gênants. Zeker niet. Maar Mandy, vertel mij eens. Waarom belde de buurvrouw net? De deur stond open. Al 2 uur. Dus ik krijg net een onbekend nummer. Bel
een niet afgeschermd nummer, maar een nummer dat ik niet in mijn telefoon heb staan. Ik zeg, ik loop even naar buiten. Wie is dat? Nou, dit is de overbuurvrouw, Jolanda. Het is donker bij je zus. Maar de voordeur staat al wagenwijd, al 2 uur wagenwijd open. Misschien hebben we straks geen tv meer. Dus ik zeg, nou, mijn zus is hier, dus dat is niet zo goed. Wil jij hem even dicht doen? Ja, dat doet ze. Wij hebben hele, hele lieve buren. Ja. Onze straat is net een dorpje. Maar ik woon daar dan dus ook al mijn hele leven. Ja, jij bent nog nooit thuis. Nee. Nee. Wat heb ik net gedaan met Paul? Wat straks nog een keer doen. Gezoend? Ja, met Paul, dat is jouw man. Nee, dat gaan we straks gewoon filmen. Met een lange man. Ja. Wij zoeken een lange man. Voor een missie. Op zoek naar een lange man. Voor een missie. Hoe vinden jullie mijn hoedje van House of Hats? Shelby er niet is. Maar ik heb wel een vervanger gevonden. Wat vinden jullie van deze man? Wat? Heel fijn weekend allemaal. Bedankt voor het kijken. Wat moet ik doen? Ja, dus doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En... Proost! Cheers, Nate!